Vandaag neem ik collega-europarlementaris uit heel Europa mee naar loonbedrijf Kundus hier in Deurne, om ze iets bijzonders te laten zien. In Nederland kunnen we namelijk mineralen uit dierlijke mest opnieuw gebruiken. Door nieuwe innovaties kunnen we de nuttige stoffen uit dierlijke mest halen en hiermee kunstmest vervangen. Dat is goed voor onze boeren die hun dierlijke mest nu moeten afvoeren en vervolgens kunstmest moeten aankopen. Kunstmest maken kost veel energie en grondstoffen. Deze onzinnigheid kunnen we doorbreken. Als we dat doen, is dat beter voor het milieu en voor de portemonnee voor de boeren. Europese regels zitten gek genoeg nog in de weg om deze innovatie echt te kunnen benutten. In het Europese parlement schrijven we daarom een nieuw voorstel. Namens de Landbouwcommissie ben ik hier hoofdverantwoordelijk voor. Door mijn collega's mee te nemen naar de praktijk kunnen ze met eigen ogen zien hoe onze innovaties kunnen zorgen voor een betere mineralenkringloop en meer efficiëntie. Ik wil dat deze innovatie breed kan worden ingezet, daarvan ben ik overtuigd en daarvan wil ik ook mijn collega's overtuigen. De Nederlandse landbouw is tot fantastische dingen in staat, dat mogen we laten zien.